De Ereprijs speelt bijna uitsluitend werken van nieuwe makers. Wij zijn eigenlijk als makers altijd op zoek om interdisciplinair te werken. En dit was eigenlijk een heel mooi platform om met een orkest te zoeken naar hoe we een theatraal lied konden neerzetten. Normaal laat ik in mijn voorstellingen de muziek anticiperen op het beeld. Maar in dit geval wilde ik kijken of ik het beeld kon anticiperen op de muziek. En dat was dan het orkest. As a young composer, you might find yourself intimidated showing your work to an orchestra for the first time, and the Orchestre Ereprijs has always been very accommodating, very open and enjoying whatever we give them. Ik denk de wederzijdse inspiratie die we elkaar kunnen bieden is een hele mooie manier van samenwerken. Invloed is voor mij ook de juiste vragen stellen. Ik denk dat het repeteren met orkest de Ereprijs heel goed was. Het heeft me vooral heel erg geholpen, ook in communicatie met de muzici, maar natuurlijk ook met de theaterstudenten. En ze vanuit ons de expertise te geven hoe je kunt werken met een orkest.